laten schaatsen door middel van een spaarsysteem. Bij wie geschaatst kan het? Met een app kun je punten sparen als je een aankoop doet in een van de Wiegense winkels. Na een bepaald aantal punten gespaard te hebben, kun je deze inleveren voor een gratis schaatskaartje. Wiegen Schaatst heeft een nieuw initiatief bedacht waarbij bezoekers gratis de schaatsbaan mogen bezoeken. Zo hebben ze een spaaractie bedacht waarbij je door middel van een app punten kan sparen bij besteding aan Wiegense winkels. Als je 100 punten verzameld hebt, mag je dus een rondje maken op de schaatsbaan. Maar voor nu zijn ze nog druk bezig met het opzetten van de baan. Ja, mensen kunnen sparen door hier bij de Wiegense winkels iets te kopen. Dus elke keer als ze iets kopen, krijgen ze punten. En met 100 punten krijg je een schaatskaartje. Dus zo kunnen mensen gratis schaatsen, als ze maar bij de Wiegense winkels kopen. Volgens mij zijn het 30 winkels, hier in het centrum, maar ook in de rest van Wiegen. Maar ik kan ze ook niet opnoemen waar ze allemaal zitten. Maar volgens mij kun je gewoon op wiegenis.nl kun je alle winkels vinden waar je mee kunt sparen. Ja, die is opgezet vanuit centrummanagement, om toch te zorgen dat de betrokkenheid is tussen de winkels en de schaatsbaan. En zo ook te proberen om mensen meer in Wiegen te laten kopen, zeg maar, bij de Wiegense winkels. De schaatsbaan in Wiegen is van 17 december tot 8 januari geopend. Tijdens deze periode kun je de punten dus doorsparen of uitgeven. Daarnaast zijn er dit jaar nog andere activiteiten gepland op de schaatsbaan. Zo hoeven de bezoekers zich nooit te vervelen. Ja, we hebben weer zoals altijd schoolschaatsen. Dus de eerste week van Wiegen Schaats door de week dan op schooldagen gaan bijna alle scholen uit Wiegen gaan daar schaatsen. We hebben de curlingcompetitie, de curlingringen liggen er al. We hebben ook weer disco schaatsen en seniorenbingo en kinderochtenden. Dus genoeg te doen de komende weken. Sinds 2 december is het al mogelijk om punten te sparen via de app. Als dit concept een succes blijkt te zijn, zal het spaarsysteem volgend jaar verder uitgebreid worden. Wij vinden het heel erg belangrijk. Wij vinden het heel erg leuk sowieso om dit voor Wiegen te doen. En het is natuurlijk heel erg goed voor de mensen om te kunnen schaatsen en te feesten. Maar ook voor de vrijwilligers. Er zijn toch bijna 200 vrijwilligers die hier meehelpen. Dus dat is ook een hele leuke groep mensen die er alles aan doen om het weer een succes te maken. Ja. Ja, vrijdagavond hebben we de opening en zaterdag van 10 tot 10 zijn we geopend. En zo 23 dagen lang, dus je kunt iedere dag komen schaatsen tot en met 5 januari.